René, je hebt een primeur voor ons meegenomen. De eerste beelden uit de film Kano. Ja, dat is wel heel bijzonder. Die film die gaat pas in februari in première. En we hebben eigenlijk gemerkt hier in Shownieuws dat het ook leuk is om heel vroeg al dingen te laten zien van mooie dingen die gaan komen. Nou, de producent Sanfu Malta die liet mij op een gegeven moment een deel van die film zien. En ik dacht, wow, Monique Hendricks, de hoofdrolspeelster die we eigenlijk van totaal andere rollen kennen, is ineens in een mode gekomen dat ze Penosa speelt. En nu dus deze film waar ze een soort van actiester is. We mogen zo een stukje gaan zien. Die film die is nog helemaal niet klaar. Ze gaan ook nog draaien. Het geluid is niet af wat je straks ziet. De effecten zijn er nog niet goed ingezet. Maar het speelt zich allemaal af in 1572. Het Beleg van Haarlem. Dus het is een historische film, kostuumfilm. Tegen de Spanjaarden. Tegen de Spanjaarden vechten. En Monique speelt de hoofdrol. En wat ik nog wel leuk vind, als je nu kijkt en je denkt van wat een leuke film, daar zou ik wel in mee willen doen. Nou, ze zijn nog steeds geld aan het ophalen voor die film. Dus je kunt nog investeren. En Sanfu Malta heeft gezegd van je kunt een bijrol of een figuratierol krijgen in die film. En dan mag je ook naar die première als je meedoet. Nou ja, dat lijkt me wat. En als je dan genoeg investeert, kan je misschien wel een hoofdrol krijgen. Dat zou goed zijn. Wat lijkt je dat wat? Misschien een rol kopen in die film? Ja. Nou, zo eerst zeg jij. Heel goed, laten we dat doen. Onze poorten verbrijzen. Ons verkrachten, onze mannen vermoorden, maar al rukken ze ons hart uit ons lijf. Onze ziel krijgen ze nooit kapot. Ja, dat ziet er goed uit. Ja. Monique Hendricks, Barry Atsma, Annemarie Jong, Sally Harmsen, Matthijs van Zanden, Bakhuizen. Film van Maarten Treurniet, die de Heineken-ontvoering ook gemaakt heeft. Ja, ik vind het er hoopvol uit. Heerlijk, ik ben zo dol op dat soort geschiedenis en kostuumdrama's. Kostuumdrama's, ja. En ook van die leuke, zeg maar, powervrouwen. Want het is dus een heel leger van vrouwen. Wat ja. Ik zal er zo over nadenken. Misschien een klein figurante rol. Kan je ook eens een keer een hoofdrol in de film. Als je gewoon naar een hoofdrol, dat denk ik niet. Ik begon met een figurantenrolletje. €5.000? €5.000 en, oh. je mag meedoen. Tenminste, nou, in ieder geval niet meedoen. En dan word je eruit geknipt, zou je net zien.